Leuk dat jullie willen kijken naar een nieuwe aflevering op Kermis TV. Vandaag een hele smakelijke aflevering, want we gaan eens even kijken wat er allemaal te snoepen en te eten is hier op de kermis. We spelen uiteraard weer een spel met twee nieuwe kandidaten. En Romy en Eva gaan weer een rondje kermis om te kijken wat voor leuke attracties we allemaal hebben. Dus veel plezier. Nou, ik heb er twee nieuwe kandidaten gevonden voor het spel. Dit is Dano en dit is Dani. Nou, alsof het zo moet zijn, hè. Jullie gaan het ballenspel doen, hier achter mij. Moet je ballen rollen en degene die met de meeste punten haalt, die wint deze prijs. Maar we gaan eerst even oefenronden doen, ja, om even uit te testen. Nou, laten we beginnen. Nou, er komen de muntjes uit. En dan gaan we eens even tellen hoeveel dat je hebt. Hoeveel heb jij? Tel ze maar eventjes. 11. En jij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Gewoon net een paar tekort. Maar dat betekent dat jij gewonnen hebt. Dan heb ik hier de prijs voor jou. Alsjeblieft, er zitten gratis kermismuntjes in. En voor jou, jammer, maar wel leuk dat je meedeed, toch? Ja. En je hebt een paar muntjes verdiend, die kan je nog waarschijnlijk nog inwisselen voor een andere prijs. Ja. Nou, dankjewel voor het meedoen en veel plezier. Nou sta ik hier naast Elisabeth Arriaans. En jullie staan hier met churros. Ja, klopt. Wordt hier veel gegeten op de kermis? Ja, heel veel. Wij zijn een van de eerste in Nederland met Spaanse churros. En nu voor het, ik denk, in de afgelopen 5 jaar 4 keer hier gestaan. En dat gaat steeds beter. Want wat maakt die churro nou zo lekker? De eenvoud, het is puur een product wat basisingrediënten hebt en, ja, en dat waarderen de mensen. Lekker, dankjewel. We gaan eens even proberen. Echt aanraden dit hoor. We zijn nou een rondje aan het maken over lekker eten en snoepen en zo. Wat vind jij nou het lekkerste hier? Kibbeling. Kibbeling? Ja. Dat is jouw favoriet? Ja. Dat is niet echt kermis eten, hè? Kan je altijd kopen, toch? Ja, maar het is gewoon lekker. Ik vind het gewoon lekker. Wat zou jij nou het lekkerste vinden hier op de kermis om te eten? Churros. Hoe? Churros. Oh, churros. Ja, die hebben we net op. Ja, die is zeker lekker. Ja. Heb je al veel op? Nee, nog niet. Oh, maar oppassen dat je zelf niet te misselijk eet, hè? Ja. En als we nou over de algehele kermis kijken, wat is dan altijd het lekkerste om te snoepen of te eten? Toch wel de oliebol. Ja, ja, toch, blijft de oliebol. Ja, het hele jaar toch wel even wachten op een oliebol, hè? Dan blijft hij ook lekker, hè? Ja, dat klopt. Ja, nou heb ik zelf jarenlang in een snackbar gewerkt. Dus als we nou over het lekkerste eten op de kermis hebben, dan hebben we hier over de ouderwetse hamburger. Ja. En wat vind jij nou het lekkerste? Ja, ook de hamburger. De hamburger, hè? Ja. Dan moet hij wel helemaal speciaal zijn. Ja, alles erop en eraan. Alles erop en eraan. Ja, precies. Ja, de hamburger blijft voor mij toch een favoriet op de kermis. Ondertussen ga ik dit lekker opeten en dan gaan jullie even kijken naar Romy en Eva. Oorkonde. Hoe voelt u zich daarbij? Ja, trots. Wij doen altijd ons best om ons spul zo goed mogelijk te kunnen onderhouden. En vooral mijn broer is ermee bezig en die leert mij dat ook heel hoop om mee om te gaan. En ja, we zijn er trots op dat we het zo mogen doen. En dat anderen dat mooi vinden, dat kunnen wij waarderen. Wat is nou het geheim dat al die jongeren toch bij de botsauto's blijven en komen? Ja, ik denk wat de wethouder al zei, muziek. Keuze. Ja. Mijn broer die weet heel goed wat de jeugd opvalt zeg maar tegenwoordig. En ik denk dat we daar heel wat jeugd mee aantrekken. Ja.